Yo boys en girls, welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag ben ik hier samen met... Gaal Games. Vandaag gaan we dus een podcast opnemen, gaming gerelateerd dus. Vragen stellen over gaming en dit en dat. Dus, Kevin, ben je er klaar voor? Ja. Oké, wat was je eerste console? PlayStation 1, Nintendo. 2, 3. Nintendo 64, hè? Bij mij was dat de PlayStation 2. Oké, wat was je eerste ervaring met een open world racing game? Dus Need for Speed of Forza Horizon? Need for Speed. Bij mij Need for Speed Carbon op de PlayStation 2. Dus wat was je eerste ervaring met een abonnement om de game op PlayStation Plus, Xbox Live Gold of Nintendo Online? Dat was Xbox. En welke Xbox Live Gold en nu PlayStation Plus. Mm-hmm. Wat was je eerste GTA? Ja, de 4. Nee, je eerste GTA. Alle GTA's. Ja, dat is zo City-achtig, niet Black. GTA Vice City Stories. Bij mij Liberty City Stories. Op welke console game je nu, op dit moment, met je vrienden? Yeah. PlayStation 4. Ik ook op de PlayStation 4. En ik zou misschien, als er een nieuwe game komt, als GTA 5 bijvoorbeeld, of FIFA, alleen maar op PlayStation 5 te koop is, ga ik misschien een upgrade maken naar PlayStation 5. Oké, welke game wil je de komende 5 jaar in uitkomen en voor welk platform? Welke game? GTA 6. En voor welk platform? Xbox. Allee, nu GTA is ook voor de twee platforms en voor PC. Ja. Dus eigenlijk voor alle platforms GTA 6. Voor PlayStation. En ja, natuurlijk ook voor Xbox, want GTA is een. Voor PC ook, dus ja. PC gaming of console gaming? Console sowieso. FIFA of PES? FIFA. FIFA. Ik heb allebei eigenlijk. Ik heb FIFA 21 en PES 2021. Maar FIFA vind ik beter. Met Weekend League en Squad Battles en... Zo. Online of offline gaming? Online ook. Wat was je eerste GTA in 3D? GTA 4 of GTA 5? GTA 4. Bij mij GTA 4 in... Ik had al vroeger eens gespeeld bij iemand... Ik weet niet meer bij wie. Maar ik heb GTA 5 eigenlijk als eerste zelf gekocht. Maar als er een remaster uitkomt van GTA 4 op de PlayStation 4, ga ik dat wel kopen. Omdat gewoon die nostalgie. Welke consoles heb je allemaal gehad? Moet ik echt alles zeggen? Nintendo, PS1, PS2, PS3, PS4. Wel, wat heb ik nog? Xbox 360 of zoiets. Mm-hmm. GamePC heb ik ook. Ik heb... Een beetje van alles. Gameboy. Een beetje van alle games. Ik heb een Gameboy gehad. Ik heb een Nintendo DS gehad. Ik heb PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4. Xbox One, Xbox 360. En nu ook een GamePC. Maar die ik eigenlijk alleen maar gebruik voor het editen. Maar eigenlijk ook wel een gaming. Je moet één keer tot bij je komen om te tonen wat onderdelen je moet hebben om sterk te maken. Ja, ik weet het. Xbox of PlayStation? PlayStation. Ik ook PlayStation. Maar als ik echt moet kiezen qua eerste gaming sessies met vrienden, is het wel Xbox. Ja, maar weet je waarom PlayStation voor mij? Je kunt daarop streamen. Nee, gewoon voor dat. Voor die controller. Die controller voelt veel beter dan die van een Xbox. Voilà. Ik vind dat zelf ook. Oké, maar welke features zou jullie graag willen zien in GTA 6? Als die ooit uitkomt. Wacht, GTA 6 moet kinderen maken. Kindjes maken sowieso, ja. Zo'n hobby van smoggen, zoals boksen. Ja. Of zo. Of politieagent, ja. En in de avond gangster. Voilà. En wat ik ook wel graag zou willen zien is bijvoorbeeld
Misschien dat ze dat ook nog in een update van GTA 5 gaan verwerken voor de PlayStation. Maar daar ben ik niet zeker van. Eigenlijk zou ik een winkel kunnen overvallen. Maar dat je de kluis in de kamer daar ook kunt openbreken. Dat je bijvoorbeeld... hoe moet je dat zeggen? Dat je bijvoorbeeld de Maze Bank kunt overvallen. Een heist doen bijvoorbeeld, zoals nu de Cayo Perico heist. Of dat je in plaats van alleen maar geld, goud en diamanten ook wapens bijvoorbeeld en cocaïne bijvoorbeeld kunt gaan stelen en zo. Wat eigenlijk wel meer geld zou opbrengen qua heist gedeelte. Maar dat je daar ook wel veel meer voor moet betalen. Dat je ook zo'n speciaal... Dat ook... De kluis van de winkel overbreken, moet je wel zo'n materiaal kopen. Mm-hmm, ja. Niet zo duur, zo 100k. 100k, ja, voor bijvoorbeeld zo'n lasersnijder en meestal wel. De prijs. En ik hoop dat ze dat allemaal gaan uitbrengen in een nieuwe update. Misschien deze zomer de update... Maar waar ik wel van vorige zomer op aan het wachten ben, dus eigenlijk de summer DLC. Zoveel mensen, mijn focus slechts voor de kinderen. Dus ik ga met die camera afdoen. Ja, inderdaad. Doe maar. Wacht even, als ik vind. Nee, maar doe maar. Deze video wordt toch niet... Is toch... Ik zal wel de reacties uitzetten en zo. Voilà. Oké. Wat ik wel op aan het wachten ben sinds de summer update, sinds de summer DLC, is eigenlijk... Waar GTA, Rockstar, waar is de Cops & Crooks DLC? Jullie hebben dat al beloofd van 2019, sinds dat de Diamond Casino Heist DLC er is gekomen. Waar is die Cops & Crooks DLC? Weet je dat we dat ook hebben? Fast and Furious Race met Pinchin, niet altijd lang mensen. Ja, met NPC's bedoel je? Ja, non-player characters. Ja, met voor de Frans is Pungy en bij de Engels en Nederlands is NPC's non-player characters. Oké, dus ja. Ik zou graag die Cops & Crooks DLC terug willen zien in... Misschien een nieuwe update. Misschien deze zomer de Cops & Crooks DLC. Oké, de Cayo Perico Heist DLC was nu een van de grootste. Natuurlijk de Summer Update of de Summer Special of wat het ook was. Is natuurlijk een van de grootste updates die GTA al gehad heeft. Daarvoor was het de Diamond Casino Heist. De Diamond Casino of de Diamond Casino Heist update, ik weet niet. Maar ik zou graag de Cops & Crooks DLC... Eind dit jaar, ofwel in de zomer, ofwel in de winter, ofwel augustus, juli, augustus, ofwel december, dat ik graag de Cops & Crooks DLC wil zien. Dus Rockstar, alsjeblieft, breng dat uit. Luister naar de community en breng die DLC uit. Iedereen is erop aan het wachten. En meer geld verdienen. Niet zo'n missie doen. En... Geef ons, nu zoals jullie nu doen, totdat GTA 5 op de PlayStation 5 komt, geef daarna ons ook eens om de 2-3 maand ook 1 miljoen dollar in GTA, zodat we dat kunnen spenderen. En geef meer acties bijvoorbeeld op auto's. Geef eens één keer een maand zo'n gratis auto, bijvoorbeeld een Centorno gratis of zo'n X80 Proto gratis. Ik zou dat graag... Of zo'n keer de Kostatka aan halve prijs of zo. Allee, Rockstar. Breng dat alsjeblieft uit. En... Heb je daar nog iets aan toe te voegen, Kevin? Nee. Eigenlijk zou ik dat wel willen doen, want... Oké. Die Cops & Crooks DLC zijn al van vorig jaar. Alleen van 2019 mee bezig. Normaal gezien ging die in de zomer van 2020 uitkomen, maar door dat politiegeweld is dat niet uitgekomen. En hebben ze de Summer Special uitgebracht en dan de Cayo Perico Heist.
Maar natuurlijk nu wel de Music Rock erbij is in GTA 5 online. Maar bijvoorbeeld breng een tweede Penthouse of zo uit. Of iets. Rockstar, geef ons iets. Geef ons iets gratis elke maand. Want wij als community, wij werken zo hard. En wij werken zo hard voor ons geld. Alleen voor ons geld op GTA. En toch krijgen we nog altijd minder. Rockstar, please breng dat uit. En laat ons bijvoorbeeld, als je bijvoorbeeld 20 races wint, geef dan een bonus van bijvoorbeeld 20-25% op de race dat je wint. En weet je wat we nog hebben als update op GTA 5? Zo, wanneer je een motorclub zo, die geeft zo'n procent naar je team. Inderdaad, dat zou ik ook. Je krijgt meestal, als we zo geld delen, waar je doet meestal. Zoals ja. Rails en je vriend doet mee, zo delen. Ja. Zo, dat kan helpen. En hogere bettings in races, bijvoorbeeld. In plaats van dat je maar 10.000 kunt betten, of 1.000 of wat is het, dat je er 5 of 6.000 van kunt betten. En ik weet, dat is misschien te veel gevraagd aan Rockstar, maar Rockstar, breng dat alsjeblieft in voegen, want ik kan niet de hele tijd blijven grinden voor maar 1 miljoen dollar per maand. En dat je dan... En Mighty Heist, goedkoper, zodat iedereen ze kan doen. Ook al is dat level 10, laat iedereen die heist doen. En geef aan iedereen dat elke keer een Sharkkaart koopt, daar een bonus bij op. Want dat doen jullie regelmatig, maar dat doen jullie niet goed genoeg. Want eigenlijk, als jullie bijvoorbeeld de nightclub willen kopen, ik heb de nightclub gekocht met een Sharkkaart. En dat vind ik ook geen niveau. Eigenlijk... Cocaïne, met en vals papier. Ja. Maar eigenlijk zou je aan Rockstar zou eigenlijk eens een bonus moeten geven als je Sharkkaarts koopt. En maak bijvoorbeeld de X80 Proto goedkoper. Maak die niet 2 miljoen. En maak bijvoorbeeld de Luxor Deluxe. En de luxe vliegtuigen, maak die iets goedkoper. Maak die geen 10 miljoen, maar maak die bijvoorbeeld 3 miljoen. Dat wil ik er wel nog aan toevoegen. Ik zou dat nooit kopen, de Luxor Deluxe of zo, omdat dat veel te duur is. En het enige wat je extra hebt, is een gouden kleur. En een fles champagne aan boord. Maar je moet, bro, als je moet kiezen tussen twee updates, GTA 5, wat moet je kiezen? Dan zou ik voor de meest besproken update gaan, De update dat er al zijn of de update dat er nog moet komen? Nee, wat je wil als update. Zoals geld kunnen delen voor iedereen, betaald in. Ik zou graag, met alle respect voor het politiegeweld in Amerika, zou ik graag de Cops en Crooks DLC willen zien. Want die DLC, daar wacht iedereen al zo lang op. Die DLC die is echt zo zwaar. Iedereen is daarop aan het wachten. Maar toch is je DLC er nog niet. En dat vind ik raar. Dat vind ik echt. Rockstar. Jullie beloven de community iets. Jullie maken daar teasers van. En nog komt die DLC niet. Waar zijn jullie gedachten gebleven bij de community? Nee, dan brengen jullie een summer special uit. En dan dachten wij, oh, in de zomer, in de winter gaat misschien die Cops en Crooks komen. Nee. Bam, de Cayo Perico. Maar Rockstar, laat alsjeblieft iets weten. Wanneer komt de Cops en Crooks DLC? Mensen die naar mijn kanaal kijken, deel deze video. Deel deze link van de video op de Twitterpagina van Rockstar Games. En ik roep jullie op om allemaal op de Twitterpagina van Rockstar Games te gaan racen. Of ik roep jullie allemaal op om dat aan te posten van waar blijft de Cops en Crooks DLC?
En ook op Facebook. Waar blijft de Kops en Kroeks DLC? Overal. Zodat jullie Rockstar kunnen vol spammen. Want iedereen wil graag, heel de community wil graag de Kops en Kroeks DLC zien. Maar Rockstar heeft ze nog niet gebracht. Maar dat was het voor deze podcast met Kevin. Bedankt voor het deel te nemen aan deze podcast, Kevin. Je hebt nog niet gedaan. En ik hoop dat deze op tijd geëdit is en op tijd online is, want ja, met podcast wist je nooit. Ik zie jullie guys volgende week terug in een nieuwe video. Joejoe!